die neemt mij in één keer mee. Ik weet niet waar naartoe. Naar mijn verrassing. Wat doe jij nou weer? Hey, applausje voor Eli. Kom naar de 9e etage. Zo. Oh, je bent een schattig baby, zo dat ze samen geboren worden, denk ik. Want dat komt van papa. Nou, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. En de weekvlog waarin ik 32 weken zwanger ben. Want ik ben de komende maandag. Het is vandaag vrijdag. Eigenlijk zou ik vanavond mijn verjaardag vieren. Ik was afgelopen woensdag jarig, maar dat was video alweer een week geleden. Voor mij niet. Ik wilde het vanavond voor vrienden gaan vieren, maar... Ik heb het verpest. Die neemt mij in één keer mee. Ik weet niet waar naartoe. Dat is nog een verrassing. Maar ik moet zelf een koffer inpakken. Maar we blijven wel in Nederland gelukkig. Nu ik zwanger ben vind ik dat ook wel fijner. Een beetje de buurt. Maar we rijden richting Eindhoven. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Voor mij is het een verrassing. Voor jullie is het een verrassing. Voor mij is het ook een verrassing. Hè? Nou, ik ben helemaal niet. Nee, ik weet het. Kom in onze suite. Het is wel super luxe. Wij hebben hier ook geslapen voor onze huwelijksnacht. Of eigenlijk de nacht na onze huwelijksnacht. Ook in het Pullman. Toen hadden we een andere. Ik ben zo'n leuke assistent. Ik kom je helpen met deze overnachting. En dit is ons bed. Super chill. Daar gaan we lekker relaxen. En hier hebben we de tv. En ik heb zelfs een office. Hier een espresso. Champagne, maar dat is helaas niet aan de orde. Dan hebben we hier de badkamer. Met hier een wc. Daar is de douche, een regendouche. En een hele mooie wastafel van marmer. Daar ben ik weer. En ik. En ons bed weer. Dus dit is onze kamer vannacht. Lekker joh. We waren op de markt en lopen naar het restaurantje om gaan eten. En dat heet First Floor. Op de eerste verdieping. Ik heb weer lekker Crodino, die ga ik mixen met chidrange. Dat is ook iets nieuws. Dat ken ik niet. Proost. Dat is een leuk tipje, die heb ik wel. En we zitten op de markt in Eindhoven. Dus dat is wel... En we zitten gewoon lekker buiten, op het terrasje een soort van. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Dankjewel. En volgens mij is het iets met mokka, toch? Nee, het is merengue. Oh, lekker. Heel Holland bakt merengue. Dat begint weer bijna, hè? Heel Holland bakt. Ja. Ik heb er nou al zin in. Dat is net als wij op dieet gaan. Ja. Dieet? Als de baby er is, begint dat weer volgens mij. Noem jij bakken, cake bakken en cake eten in dieet? Ja, dat is niet echt een goede combi. Maar goed, wij gaan nu even lekker van het toetje genieten. Een heerlijk diner was het. 5 minuutjes lopen weer terug naar het hotel. Super fijn, want lopen is er niet heel veel meer bij voor mij. Maar wat ik altijd doe als ik in een hotel slaap, is natuurlijk jumping on the bed. Dus vandaar dat ik het nu ook even doe. 1, 2, 3. Oh, dat baby zou dan spontaan van geboren worden, denk ik. Oh, we gaan lekker een avondje chillen en lekker heerlijk slapen. Wat doe jij nou weer? Nou, ik lig lekker in bed en ik is tanden aan het poetsen. Nou, welterusten allemaal, lekker slapen. Goedemorgen, wij zijn wakker geworden in een heerlijke hotelkamer. Heerlijk geslapen, super fijn bed. En we gaan nu lekker richting het ontbijt. Hi, how are you?
Mijn liefde voor hotelontbijtjes. Dit is mijn ontbijt. Verse jus, een cappuccino, een pakje yoghurt met fruit, pannenkoekjes en een croissantje. We zitten er weer op, tenminste het hotelavontuur. We gaan nog even de stad in. Hier in Eindhoven zit een Primark. En daar wil ik heel even naartoe, voor de baby denk ik vooral. Even naar de Bijenkorf, Kruidvat, dat soort dingen. En dan zien we wel weer waar het ophoudt. Laten stylen. En het is echt wel een heel groot verschil met de tang die ik zelf gebruik. Maar goed, ik ben benieuwd hoe lang het blijft zitten, dus dat ga ik eerst even testen. En wie zien we daar? Superleuk! Onderweg naar de Taco Bell, want daar wilden we graag een keer lunchen. Dat zit hier nou ook in Eindhoven. En we houden heel erg van Mexicaanse eten, dus we zijn er bijna. Ik heb de Crunch Wrap Supreme Complete ofzo. Dat is dit dingetje, en de tortillas. En jij hebt de fries. Ja, five balls. Lekker. We zijn benieuwd. Nou, dat was lekker, heb ik het Taco Bell. Wat vond jij? Oh, je quiero Taco Bell. Oh. Heel lekker gegeten. Dus ik vond het wel een aanrader. Het is natuurlijk nog steeds een fastfoodketen, maar je eet toch wel even wat anders dan alleen maar een hamburger of dat soort dingen. We zijn inmiddels weer onderweg richting huis. Want ik ben hartstikke moe, dus echt nog langer in de stad lopen wordt hem helaas niet. Maar we hebben in ieder geval heel erg genoten. Dus als we daar thuis komen, kan ik nog even slapen. Kunnen we boodschappen doen en dan vanavond lekker rustig. Ja, we hebben lekker kunnen uitslapen, toch? Ja, heerlijk. Ja, één keer per half jaar. Hè? Ja. Ja. Ja, uitslapen was voor mij tot 7:30 of zo. Maar ja, goed, dat is voor mij al heel luxe. Dus ik heb echt lekker geslapen, ja. Gaan we lekker de meisjes ophalen. Ook heel veel zin in natuurlijk. Die hebben heel lekker bij Open Oma gelogeerd. Dus die boffen ook. Maar die gaan we weer hebben jullie. Standing in the light of your halo, I got my angel now. Lana is me aan het helpen, want wij gaan lekker koken. Ik moet nog het verder schoonmaken. Oh, je bent aan het schoonmaken. Oh. We gaan lekker makkelijk koken, want deze moet en ook wel wat gezonder. Wat lichter, zeg maar, na alles wat we al op hebben. Dus ik ga gewoon een groentesoep maken en dat doe ik heel simpel. Twee zakken soepgroente van de Lidl. Deze ga ik door de helft gebruiken voor de balletjes. Dus de helft met een eitje en breadcrumbs. En kipbouillon erdoorheen. En dat is het. En dan eten we er nog stokbrood bij. Maar dat wordt ons avondeten. Gaan wij lekker samen koken, hè? Ik ben nog dit al zo. Wat ben je toen? Om de soepballetjes te maken heb ik zout en peper nog toegevoegd. Dus de breadcrumbs, of de, hoe noem je dat, paneermeel. En een eitje. En wat van die kruiden, vleeskruiden. Ik heb geen idee waar dit van is. Ik denk gewoon Aldi of Lidl. Hey, jij hebt een stoepje. Ja, en dan ik doe het eerst even met een vork en dan ga ik daar lekker met mijn handen balletjes maken. En de soep is klaar met een stokbroodje erbij. Ja, dat vind jij lekker, hè, Moppie? Ja, mama. Ja, dit is van jou. Die is al goed afgekoeld. Kom maar. Goedemorgen, het is vandaag zondag, een lekkere lazy Sunday. Het is namelijk alweer 9:15. We hebben een soort van uitgeslapen, maar we hebben ook wat langer geslapen, dus dat is heel fijn. Eerst gaan we even lekker ontbijten en verder gaan we vandaag gewoon lekker chill, binnen, niks doen. Wij zijn lekker aan het spelen. Goed zo, mag ze de bril op? Ja, goed zo. Nou, daar zit Dora in die kinderwagen. Dora wil graag in de kinderwagen.
Oh, mijn schoenen staan in de weg. De schoenen staan in de weg. Door aan de kinderwagen. Dat is leuk. Zo één. Dan gaan we met de blokken. Wat gaan we maken vandaag? Misschien een torentje? Of een zebra. De zebra kan niet meer. Maken. Oh, ja. Even lekker het soepje wat ik gisteren gemaakt heb, even als tussendoortje. Lekker groentesoep. Lana vindt het ook heel lekker, hè? Groentesoep. Teersa is hier gezellig. En we hebben lekker fruit, we hebben lekker ananas, gesneden door Yannick. Dat is lekker, hè, schat? Yannick heeft weer heerlijk gekookt. Zijn gerechtje weer met de sperziebonen, de aardappels en de bacon en de tomaatjes en ui. Super lekker. Dus gaan we lekker eten. Schattig gekleed, Amy. Wat ben je mooi? En wat zal deze dame aan hebben? De prinsessenjurk. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Jullie zagen net al heel even wat beeldjes. Het is vandaag mijn werkdag. Ik ben nu 32 weken zwanger en ik ga over 2 weken met verlof. Dus ik heb nog best wel veel te doen om dat mogelijk te maken. Dus ik zit al lekker achter mijn computertje. En ik heb al een stukje geëdit en ik ben al bezig met een campagne. En dan heb ik nog wat mailtjes te doen en vanmiddag ga ik nog filmen. Lekker vol dagje. De kindjes zijn bij mijn ouders, Yannick is aan het werk. Dus ja, het is een typische maandag vandaag. Ik heb trouwens mijn jurkje aan van Noppies. Die zit echt super lekker. Het lijkt misschien dat het best wel een chique jurk is. Lijkt het misschien minder comfy te zitten, maar hij is juist heel comfy. Want er zit dus zo'n binnenjurk in van stof die heel erg meerekt. Dat is echt super fijn, zeg maar, dit stofje. Dus dat is wel heel erg relaxed. Dus je zit er heel chic bij, maar ondertussen zit je eigenlijk gewoon lekker relaxed. En dat is wat je wil als je zwanger bent. We zijn lekker bij mijn ouders aangekomen en zoals je kunt zien is het echt super mooi weer. En je hebt een heel mooi zwempakje van een lieveheersbeestje. Daar gaan we dadelijk lekker water in doen en dan gaan we lekker zwemmen met de kindjes. Want het is de lekker weer ervoor. Ja, dat vind jij leuk, hè, schat? Amy tilt het zwempad al op. Ja, dat kan ook. We hebben echt iets superleuks gekregen van Ethos. Die hebben namelijk voortaan ook zwemluiertjes. De Woezel en Pip zwemluiertjes. En het leuke is natuurlijk dat deze dezelfde Woezel en Pip print hebben als de normale Woezel en Pip luiers van Ethos. Deze leuke zwembroekjes hebben een speciaal buitenlaagje. En dat voorkomt eigenlijk dat hij zich volzuigt met water. Wat een normale luier wel zou doen. En het zorgt ervoor dat ontlasting en dergelijke in de luier blijft. Zodat het zwemwater schoon blijft. Dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Er zitten er 11 in. Ze zijn verkrijgbaar in 2 maten. M en L. Dus dit is de M-maat. En dan heb je ook nog een grotere L. En de adviesprijs is €5,79. Zo zien ze eruit. Het zijn net een soort van zwembroekjes van Woezel en Pip. Maar dan zijn het luiertjes. En we gaan ze eens even aandoen. En ondertussen wordt het badje lekker gevuld. En dit is hem dan. Een luierkontje. Een zwemkontje. Het is lekker. Lekker zwemmen. Wat ik van de luier vond, want het vinden andere mama's vast handig om te weten. Ik vond hem erg goed, zeker voor de prijs die je ervoor betaalt. Hij was helemaal niet zompig, dus hij had alles goed tegengehouden. Nou had ze niet gepoept, dat scheelt wel. Dus ik weet niet hoe dat was gegaan natuurlijk, maar het zat goed aangesloten, zeg maar. Ik vind dit zeker een aanrader. Mijn moeder heeft lekker broccoli soep gemaakt. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kellykressen.nl. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kellykressen.nl.
Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kellycressen.nl. En ondertussen, ik ga zo weer verder werken. Maar ondertussen ben ik even heerlijk aan het rommelen in de babykamer. En alle spulletjes die we daarvoor hebben. En oh, ik word hier zo vrolijk van, hè. Hier komt natuurlijk ook een aparte tour van. Babykamer tour en de commode en zo. Maar dit is, hier word je toch onwijs blij van. We eten lekker boerenkool, stampot. En Kelly heeft, Lana heeft ook een kooltje met worst. Ja, inderdaad. De worst is lekker verstopt. En ook al is het augustus, voor mij blijft dit gewoon echt favoriet. Dus een schattige van oma. Ja. De was. En als je dan deze dame mee naar boven neemt, wat doet ze dan? Dan gaat ze de wasvrouw spelen. Ondertussen zijn we druk bezig met de babywas. Het ene is bijna, gaat er nu in. Het andere is droog. Ik ben helemaal buiten adem. Dit ligt hier, dus we zijn goed bezig hiermee. Moet ook allemaal gebeuren. Ik lig in bed, volgens mij wordt het echt een super onsamenhangende vlog. Want het was echt weer zo'n best wel drukke dag, waardoor ik heel weinig gefilmd heb eigenlijk. Maar ik heb vandaag super veel werk kunnen afmaken, dus dat is natuurlijk heel fijn. En de kindjes hebben gewoon een hele leuke dag en middag gehad bij mijn ouders. Dus dat is ook heel fijn. Ik heb gewoon lekker veel kunnen doen, een beetje kunnen filmen. Beetje wat artikelen vooruit geschreven, wat blogs. Blogs dus. Daarna heb ik in de avond een beetje rustig aan gedaan. Rustig in de zin van een beetje YouTube-video's kijken. Yannick is werken namelijk. Ik lig nu in bed. Het is 10 uur. Ik ga nu lekker slapen en dan zien jullie mij morgen. Mom life be like. Ik lig in bed. Met een auto. Kijk, het is wiepen zijn. Ja. Mama is net wakker. Wil je ook proberen? Dat kan wel duwen hoor. Doe stuwen. En dan rolt hij uit bed, denk ik. Nee, rolt hij niet. Oh. En wij gaan lekker ontbijten. Ik en Lana. Lana heeft lekker een soort van muesli, krusli-achtig iets. En ik heb natuurlijk wat ik altijd heb. Dit is een appelchipje. Het is een appelchipje. Oh, lekker. Ik ben alweer lekker aan het werk. Ik ben mijn fotodiary aan het maken. Voor degenen die de fotodiaries altijd volgen, ik heb besloten om om de week voortaan te gaan plaatsen. Want vorige week had ik er geen, omdat het was zo'n hectische week. Dus ik voelde me helemaal schuldig dat ik er geen had. En ik vind het super leuk om fotodiaries te maken. Alleen ik merk wel dat het altijd een last minute iets is, wat op woensdagavond nog snel gedaan wordt of op dinsdag. En dat nu met hoe ik me voel best wel onvoorspelbaar is om dat goed te doen. Dus daarom dacht ik, dan kan ik beter gewoon de afspraak maken. Hij komt gewoon om de week online. Met lekker veel foto's. Dus dat ik gewoon wel lekker blijf diarieën. Oké, dat klinkt heel fout. Dat ik gewoon lekker blijf fotodagboeken, zeg maar. Maar gewoon om de week en dan een uitgebreidere. Dan zeker omdat ik over 2 weken met verlof ga. Dan geef ik mezelf ook weer een beetje meer vrijheid. Want die dingen blijf ik natuurlijk wel doen. Ik blijf vloggen. Ik blijf mijn diaries dan doen. Dus het is om de week echt wel wat realistischer voor mezelf ook. Ik ga deze vlog afsluiten. En ik dacht, weet je wat ik doe? Het wordt al zo'n lange vlog. Maar het is nog best wel een hele leuke week. Ik ga hem in 2 delen splitsen. Dus je hebt nou gezien van afgelopen vrijdag van ons Baby Moon weekendje. Tot en met vandaag. Tot en met nu. En dan ga ik dadelijk vloggen voor deel 2. En die komt komende vrijdag online. Want ik ga nog heel veel leuke dingetjes doen. Morgen krijg ik een zwangerschapsmassage. Straks komt een lactatiekundige mij voorlichting geven over borstvoeding. En zo zijn er gewoon nog allerlei leuke dingetjes. En ik vind het zonde om deze te langdradig te maken. Maar ik vind het ook zonde om die andere dingen niet te kunnen vloggen. Dus voor 1 keertje, 1 keer 2 weken vlogs deze week. Vandaag en vrijdag. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Het is een uitprobeersel hoor. En het is niet iets wat ik vast ga doen. Maar wel leuk vind voor een keertje. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet had gedaan. Volg me op Instagram via @kellycressen. En dan zeg ik tot vrijdag voor deel 2 van deze week vlog. Dankjewel allemaal. Doei! Thank you for watching.